Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag, ik zit met Finn in de auto. Wij gaan een paar kleine klusjes doen. Ik sta hier nog op de oprit. Ja, mijn stoel nog een beetje naar voren. Zo, wie heeft ermee gereden? We gaan naar de kringloop, we gaan wat spulletjes afzetten, want die zijn weer open. En dan gaan we door naar het tuincentrum. We hebben toch nog wat graszaad nodig. We hadden net te weinig afgelopen zaterdag om het gras toch in te zaaien volledig. Dus ik ga nog een klein doosje bijhalen. En dan denk ik dat Finn wel weer honger gaat hebben, dus dan gaan we lekker eten. Okido, ik ben weer thuis. Ik ben eigenlijk een beetje onderweg vergeten te vloggen. Sorry daarvoor. We zijn dus gewoon naar het tuincentrum geweest. Van alles bij de kringloop gaan afzetten. En dat was het. Ik heb hier even ondertussen in de speelboek snel alles ontsmet, want er was een diarreevoorval. En ik dacht, oh my god, dat zie ik niet goed komen. Als dat hier allemaal niet ontsmet is, dan blijft dat gewoon erger worden. Dus ik heb hier heel de speelmat ontsmet, alle kastjes, zo goed mogelijk het speelgoed dat hij veel aanraakt. En vind ik nu lekker te slapen. Dus ik ga hem vanavond nog een extra bad geven, maar hij was zo moe. Dus ik heb het allemaal maar zo goed mogelijk proberen op te kuisen en een nieuwe outfit aangetrokken. Maar hij was te moe. Ik dacht, als ik hem nu nog in bad ga steken, dat gaat erover zijn. Dus dat gaan we vanavond dan maar even moeten doen. Oh, ik hoop dat dat niet verder zit. We zijn er! Hier zijn we, het schilderijtje in Weerde. Ik denk dat we er ongeveer een 20, 25 minuutjes over gefietst hebben. Ik heb mijn fiets hier vastgezet. Ik had hem eigenlijk beter daar aan dat paaltje vastgezet, maar zoals je kan zien, hier is echt geen kat. Ik bedoel, het is maandagmiddag, er is echt niemand. Dus ik ga Finn even aan de hand nemen. Of op mijn arm nemen en dan gaan we eens even een toertje doen. Hè? Gaan we eens een rondje maken, hè, Finn? Hij is hier al naar die kippen aan het kijken, dat hij allemaal op een hoopje ligt te broeden of zo. Oh my! En hij was al aan het lachen daar juist. Ik ben eens benieuwd of dat we nog gaan zien. Ik zie daar precies wat hertjes staan en zo. Dus leuk. Het is gewoon gratis. Ik kan er gewoon naartoe. Ik denk dat je er wat paden tussen hebt en zo. Maar ik ga eens kijken wat dat allemaal is. Kijk eens wat dat er hier ligt. Oh. Dat zijn nog eens mooie zwijntjes. Of eigenlijk eerder varkens. Free, Janne en Herman. Oh, zalig. Oh. Taal. Knorrie de knor. Wat doet het varken, Fien? Dikke varkentjes hierachter. Heb je ze gezien? Amai, dat is een dikke snottebel. Die moeten we even opkuisen. Een update. Het is ondertussen woensdagmiddag en ik ga mijn auto verkopen. Hi. Er zijn redelijk wat kosten aan naar boven gekomen en het is gewoon niet meer waard om hem te laten maken. Dus ik sta hier in Mechelen bij zo'n verkoopsding en ik ga mijn lieve mooie mini verkopen. Het is wel even zo wat onverwacht en ook wel even, ja, zo even goed moeten nadenken over wat we nu allemaal gaan doen en zo. Maar dit is toch de beste optie voor ons qua, ja, financieel slim te zijn. Dus ja, mijn mooie lieve mini. Bye bye. Ik heb er niet heel lang mee rondgereden. Ik heb er 4 jaar mee rondgereden. En waarvan dat hij eigenlijk afgelopen jaar gewoon heeft binnengestaan. Balen, onverwachte kosten zijn altijd bal. Sowieso. Maar ja, kijk, real life. Ik vind het hier wel een beetje eng. Kijk, zo'n opkoper. This is the moment they're gonna kill me. We hebben er echt van wakker gelegen vannacht, van wat gaan we nu doen? Ja. Het is ondertussen donderdag en ik heb Finn thuis gehouden van de crash. Ik denk dat ik dat gisteren al verteld heb. Ik weet zelfs echt niet hoeveel ik al deze week gevlogd heb. Er is al zoveel gebeurd, maar ook zo dingen dat even geregeld moesten worden zonder dat ik het echt op beeld kon zetten of zo.
Dus ik denk het laatste dat jullie gezien hebben is dat ik gisteren mijn auto verkocht heb. Daarna zijn we gelijk doorgegaan naar Finn. En die heeft nog steeds dus superveel diarree. Vandaag ook al 2 keer en al 1 keer echt gewoon dat heel zijn been ook onderhing onder zijn broek. Dus ik heb hem al in bad gedaan. Hij heeft wel lekker geslapen, hij heeft wel nog eetlust en hij drinkt goed en zo. Dus ik heb niet het idee dat hij verder echt ziek is. Hij maakt geen koorts, niks. Dus echt gewoon die darmen en die maag dat een beetje rustig aan te doen. Ik ga hem vandaag ook geen fruit geven, want ik las online al dat zo wat fruitsappen en zuren en zodat dat niet top is daarvoor. Dus ik ga hem geen fruit geven. Vanmiddag soepje gegeten met een boterhammetje. Dus dat. Dus Finn zit even een beetje Boomba te kijken. Terwijl ik hier een sensory box aan het klaarmaken ben. Ik had van een gewone mama een sensory box gekregen. Om jullie dus even te laten zien, er is bijvoorbeeld zo gekleurde rijst bij. Een hartjes. En ze heeft dan zo... Kijk, zijn naam zit daarin. F-I en dan de N-N. Cute. Oh my god, want het is zondag al mijn 2e moederdag. Die gaat echt een mooie plek krijgen. Oh, zo leuk. En dan rainbow rice. Gekleurde regenboog rice, dacht ik te zeggen. En er zit dan zo'n schepje bij voor met die rijst. En dan een beetje meer info. Echt zo allemaal leuke dingetjes. Een paar printables als het er heeft bijgestoken. Dat je bijvoorbeeld die hartjes daar kan opschuiven. En er zitten allemaal leuke hartjes bij en zo. Een cookie cutter hartje. Echt heel tof. Maar hier ga ik dus even aan de slag. Dus een extra zakje bij voor de zekerheid. Er moet een beetje water bij en dan wat hartjes erin. En dan is het erbij. Dus een beetje water bij doen. Hartjes erin. Helemaal leuk. Zeggen nee. Wij zijn net terug van de Bioplanet. Ik ga even alles in de auto zetten. Ik ben er eigenlijk specifiek even gekomen voor snackjes en tussendoortjes voor Finn. Aangezien dat ze hier wel redelijk goede, zeg maar zonder toegevoegde suikers en zo, items hebben. Zo, ik zal even snel laten zien wat ik heb meegenomen. Finn zit er lekker bij in de kar. Deze die hadden we van de winter al eens geprobeerd, van Biscuits. Daar zitten geen toegevoegde suikers in. En dat zijn gewoon met appelconcentraat en zo. Heb ik deze ook, appelspeld. Ook weer geen toegevoegde suikers. Ja, een beetje op de camera te slaan zo. En dan die van Ella's Kitchen, smikkelvingers met appel en aardbei. Van volkoren haverrepen. Deze zijn redelijk zacht. En voor ons volkoren couscous. Een broccoli voor van de week. En dan voor... zeg maar noodsituaties voor Finn, heb ik 2 van die zakjes met warm eten. 1 met broccoli, quinoa en ricotta. En eentje met gestoofde venkeltomaat en basmati rijst. Maar dat is gewoon echt handig om achter de hand te hebben voor dagen dat we denken van oh, we hebben niet echt iets dat we kunnen uithalen of mee kunnen koken voor hem als wij iets gemaakt hebben dat niet echt ja, voor hem nog geschikt is. Zijn die wel handig, leek mij. Maar ja, Finn vond het zo leuk. Alles aan het wijzen en... Daar, Effie? Wat had die? Ja, auto. Dat is inderdaad onze auto. Zo. Ik hou van de Bioplanet trouwens, echt waar. Ik zou weer alles kunnen kopen. Maar gewoon ook alles wat ik niet nodig heb ook. We hebben voor onze vakantie van volgende maand een... hoe noemt dit? Een kinderdrager gekocht voor Finn. We hebben die gewoon tweedehands gekocht. We waren even aan het kijken van zouden we een nieuw kopen of niet. We zijn uiteindelijk toch gegaan voor een tweedehands. We hebben echt een hele goede koper gevonden. En de advertentie leek hij wel een pak properder. Ik moet zeggen, hij is wel echt goed gebruikt. Oké. Dus ik ben even op Google gaan kijken. En op YouTube heb ik video's gevonden van mensen die echt van die rugzakken, van die trekking rugzakken, in bad steken. En die echt met de douche en zo helemaal afkuisen en doen. Dus ik dacht... ah wel, dat ga ik ook doen. Ik ga hier het bad een beetje laten vollopen. En dan ga ik met de douchekop helemaal afsprayen. Ga ik hem helemaal inshampooen. En ik bedoel, hij was €40. Die dingen gaan echt over de €300 nieuw. Dus
Op zich maakt het me niet zo heel veel uit als er nog wat vlekjes in blijven. Maar ik wil gewoon wel echt dat het meeste eraf is. En voor de rest is hij wel echt nog in heel mooie staat. Hij is gewoon echt vuil. Het kussentje hier, waar Finn met zijn gezicht op zit, dat kan eraf. Dus dat heb ik er al afgedaan. Dat kan ik gewoon goed warm wassen. Dus dat ga ik ook gewoon echt in de wasmachine doen. Maar dit, ja, dat gaat dus niet zo. Dus ook hier, echt, ik weet niet wat die mensen daarmee gedaan hebben. Maar oh my god. Hij gaat in bad, ik ga hem shampooen. En ik ben eens benieuwd dat er allemaal gaat afkomen. Oh my god, check het vuil. Oh my god. Ik ben dat hier gewoon maar aan het afspoelen. Ik weet niet. En ik heb nog niet eens geshampooed. Amai, maar wat een verschil. Dat blijft gewoon echt. Amai. Die mensen hebben echt, ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben. In de woestijn of zo. Maar slaan. Je ziet hier al gewoon op die schouderstraps en zo. Wat een verschil. Als je dat duurt, komt daar ook zo goed af. Zo, die strap. Dat weet ik niet. Dat heb je. Wacht, ik ga dat hier even laten weglopen, dan kunnen we het beter zien. Maar je ziet echt gewoon bruin daar aflopen. Ook zo hier. Want ik dacht eerst, is dat die een ijzeren poot? Maar dat is niet. Dat is echt hieruit dat dat komt. Knijp je op zo'n ding? Wat dat dan... Kijk. Ah ja, dat is gewoon... Zalig, voilà. We hebben hem helemaal opgepoetst. Het is echt gewoon... een heel andere rugzak geworden. Hij is gewoon weer helemaal proper. Het is gewoon weer helemaal nieuw. Ah! Dus we hebben hem zo goed mogelijk afgedroogd en uitgeknepen en alles open en losgezet. Dit is eigenlijk zo'n zonnebescherming die hier nog helemaal overkomt. En die zet je dan vast met lintjes daaraan. Maar die laat ik nu even zo hangen, want dat is beter om te drogen zo. En er staat hier nu eerst de verwarmingen in. Dus ik heb er handdoeken op gelegd en dan kan die warmte dat voorzichtig aan en rustig aan helemaal laten drogen. Amai, ik ben hier zo blij mee dat dit zo goed is opgepoest. Vooral ook het deel waar Finn zit. Dat is echt gewoon... Hier is nog een klein vlekje, maar ik ben er 3 keer over gegaan. Dus het is wel niet dat het nog vuil is of zo. En ook gewoon echt die bandjes helemaal... Amai, dat heeft echt een jasje uitgedaan. Wauw. En ik heb dat dus gewoon gedaan met shampoo. Gewoon haar shampoo. Dat ruikt ook nog lekker. En ja, ik denk dat ik hem misschien wel, als hij helemaal is opgedroogd, ga ik hem misschien nog wel eens even insprayen. Met een, zeg je, zo'n waterbestendige spray. Om hem gewoon nog extra te verzorgen. Super blij mee. Zo van die deeltjes en van die flips. I love it. Daar gaan we, Finn. Door de car wash. Wow. De grootouders zijn met Finn vanmiddag naar de kinderboerderij. Ik ben mijn beelden van mijn vlog aan het inladen en ben ondertussen lekker suikerwafeltjes aan het bakken. Daar hebben we al een hele tijd zin in. En ja, wat zijn we aan het doen? We gaan de suikerpijltjes er even afwegen. Oh, we zien een beetje te weinig, hè? Hoeveel moet je hebben? 170. Oh. 170, dat is goed. Dat is goed, ja. En deze is echt al heel mooi gerezen. Dat was echt maar een derde van wat het er nu uitziet. Dus super goed gelukt, denk ik. Tot nu toe al. Ik vind het misschien super raar, maar ik vind dat kei lekker van een rauw deeg. Mm. En voor vanavond hebben we homemade pizza. Inderdaad. Sorry, maakt dan alles helemaal from scratch. De saus heeft hij gisteren aan. Gisteren of eerst? Nee, gisteren. Gisteren? Ja. Eerst? Whatever. Saus maakt dat dan op voorhand. De deeg heeft hij gisteravond op voorhand gemaakt, want dan moet dan zo'n nacht reizen. Ja. En dan kan je vandaag moeten verdelen in een kommetje. En dan sabiet moeten we uithuren om zo echt een pizza te proberen te maken. Ja. En dat is het moeilijkste eigenlijk. Je gaat dan op de barbecue op echt zo'n pizza steen. Oh, je moet straks je ding pakken. Wat? Pizza. Ah ja, mijn schip. Pellets. Ja, die heeft hij, denk van zijn verjaardag heeft ook gekregen. Ja. Dus het is hier lekker foodie weekend. 12 bolletjes. Ik ga er straks ook nog wat meegeven. En die moeten nu nog even reizen. Onze poes is altijd slecht gezien als ze geen eten krijgen. Check. Hoe?
langer, mannetje. Ja, ham. Die zien er echt mega goed uit. Ze zijn iets te hard gegaan. Maar dat is niet erg. Ik heb er even een handdoek neergelegd, omdat... Ja, vet, spatters en zo. Eens even kijken. Nou goed. Wel mooi ook, hè? Ja, nog heel, heel hard. Ja. Het eerste deeg ligt op de spatel. En die gaan we daar nu op beleggen, zodat we die daar straks goed kunnen... afrollen, in tegenstelling dat als we dat zouden maken daarop en dan belegd daarop moeten leggen, dat komt niet goed bij ons. We hebben ze van dat griesmeel gekocht. Dat is ook iets meer... Ja, dat zijn echt zo mini-kleine korreltjes. En dan zou je pizza er gemakkelijker afsliden. De barbecue staat klaar. Net niet op die rommel, maar dat is snoeisel van de tuin dat we onder ons dakje gezet hebben. Want als er water op komt, dan krijgen we dat niet meer in de auto getild om naar het containerpark te brengen. Eerst zo. Ja, maar zo wat een mooie wacht dat soort dingen. Dan is het toch mooiste woord. Crispy. Belletjes in de kant. Alleen zo, belletjes in het midden, dat lukt ons toch nog niet, hè? Nee, dat is... Maar dat is ik zou moeilijk. Eigenlijk een barbecue heter moeten kunnen krijgen, maar dat gaat bijna niet met zo'n weber. Oh. Moet je gewoon eiben, of wat? Een pizza. Ah. Ja, ja, nee, gaan we doen. Ook wel, maar dat gaan we niet doen, hè. Makkelijk. Lekker. We zwangen niet. Ik ga hier de vlog afsluiten. Zo, wie gaat vanavond lekker met een vriend iets drinken op het terras? Want de terrassen zijn weer open. Yay! Dus ik gun het hem van harte om lekker weer eens een avondje iets lekkers te kunnen gaan drinken. Dus ik ga ondertussen gebruik maken van de tijd dat ik alleen ben om mijn vlog te gaan bewerken en dat allemaal in orde te krijgen. Dan ja, moet dat niet te veel van ons weekendje samen nemen. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe zeker een thumbs up als je hem tof vond. En als je het gehaald hebt tot hier, dan zie ik graag de pizza emoji terug in de comments. Tot de volgende week. Bye.